Vorige week, hè, wordt er bij een kandidaat een baksteen door de ruit gegooid. Vanochtend zijn er auto's beklad, huizen beklad. Hoe lastig maakt dat het voor de PVV? Ja, dat is echt een ontzettende grote schande. Ik kan daar zo boos over worden. Ik was eerder deze week in Zeeland, waar bij een kandidaat een steen 's nachts door de ruit is gegooid. Vandaag in Friesland, waar een aantal kandidaten ook weer hun huizen zijn beklad met teksten van fascisme en dergelijke. En ook hun auto's zijn beklad. En ja, het is een aanslag op de democratie. En weet je wat ik nou zo erg vind? Waar zijn al die andere politici? Waar is de minister van Justitie? Waarom hoor ik de heer Samson niet? Waar is Mark Rutte? Als wij als PVV één woord over moslims zeggen, dan is de wereld te klein. Of over Marokkanen. En nu een groot doodzwijgen, terwijl er gewoon bij kandidaten, mensen als u en ik, die voor een politieke partij op democratische manier verkiesbaar willen zijn, ja, op alle manier, mogelijke manieren hun huis, hun auto wordt vernield. En op een zeer dreigende manier. Dus ik vind het een schande voor de democratie. Het maakt het er zeker niet makkelijk op. Het zijn allemaal vrijwilligers met part-time functies. Dus ik vind het heel erg. En ik zou die mensen ook, als dat mag, voor u een enorm hart onder de riem willen steken. Is voor u zelf de situatie sinds begin van dit jaar na Parijs en Kopenhagen ook veranderd? Ook nu als we op campagne zijn? Nou weet u, ik kan daar nooit concreet wat over zeggen. Maar als je op een dodenlijst staat van Al-Qaeda, waar anderen die erop staan al zijn vermoord of pogingen zijn gedaan, dan is dat niet iets wat in ieder geval in je voordeel werkt. Maar ik weet wel dat ik gewoon campagne voer. Het is niet zo dat ik daardoor thuis blijf zitten. Ik ga de campagne doen, risico of niet. Dat is mijn vak. Ik ben ook bij. Ik vind het ook leuk om hier in Rotterdam en elders te zijn. Dus ik doe het gewoon. Maar ideaal is het allemaal zeker niet.